Wanneer u een traditioneel brandstofvoertuig wilt tanken, rijdt u naar een tankstation, al waar u binnen enkele minuten weer met een volle brandstoftank vertrekt. Dat is enigszins anders voor een geëlektrificeerd voertuig. Het vullen van de accu duurt vaak wat langer. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel. In tegenstelling tot een brandstofvoertuig kan u uw elektrische wagen niet alleen onderweg laden, maar kan u die ook opladen bij u thuis, vaak zelfs aan een extra voordelig tarief. Indien u beschikt over een eigen parkeerplaats in of rond uw woning kan u uw voertuig eenvoudig thuis opladen. Aangezien uw auto hier tijdens de avond en de nacht verschillende uren stilstaat, leent deze locatie zich prima tot het opladen van uw voertuig. U kan thuis opladen op vier manieren. De eerste manier is een standaard laadkabel, de mode 2 laadkabel, die wij standaard leveren vanuit Mercedes-Benz bij het voertuig. Deze kabel behoort, zoals gezegd, tot de standaard uitrusting van iedere plug-in hybrid en Mercedes EQ voertuig. En wordt ook wel de noodkabel of granny kabel genoemd. Dit omdat deze relatief langzaam uw wagen oplaadt vanwege het beperkte laadvermogen van 2,3 kW. Voordeel is dat u de kabel gewoon in het stopcontact kan steken en met deze kabel voegt u op die manier ongeveer 10 km autonomie toe per uur opladen. Voor onze plug-in hybrids volstaat deze kabel dus prima en is uw voertuig in een paar uur weer helemaal opgeladen. De volledig elektrische wagens die hebben een veel grotere batterij, waardoor de laadtijd met deze kabel aanzienlijk oploopt. Voor dit type voertuigen zijn er dan ook betere alternatieven voorhanden. Tweede mogelijkheid is de intelligente laadkabel, zoals bijvoorbeeld de Extender Mobile Black van PowerDeal. De intelligente laadkabel is vergelijkbaar met de standaardlaadkabel. Ook hier is er geen installatie vereist en kan u deze kabel eenvoudig aansluiten op een gewoon stopcontact. Het laadvermogen bedraagt eveneens 2,3 kilowatt. De intelligente laadkabel onderscheidt zich van een standaard laadkabel door zijn intelligentie. De kabel meet immers hoeveel kilowattuur u toevoegt aan uw voertuig en communiceert deze laadsessies naar een online platform en applicatie waar u deze vervolgens kan raadplegen. Op deze basis van dit inzicht kan de werkgever vervolgens de sessies gaan terugbetalen of vergoeden aan de werknemer. Dit noemt men ook wel reimbursement of splitbilling. Ten derde hebben we de intelligente laadkabel, opnieuw als voorbeeld de Nextender Mobile, maar de red-versie deze keer. En dat is voor klanten die thuis of op het werk beschikken over een industrieel stokcontact. Dan is er een krachtige versie van de intelligente laadkabel beschikbaar, waarbij het laadvermogen van de kabel geen 2,3 kW, maar 11 kW bedraagt. Hierdoor beperkt u de laadtijd tot een derde en zijn de meeste Mercedes-Benz plug-in hybrids in minder dan twee uur weer helemaal opgeladen. Vanwege het hogere laadvermogen is deze kabel tevens geschikt voor het opladen van volledig elektrische wagens. Zoals de naam het al aangeeft, beschikt deze kabel tevens over de split billing-functionaliteit voor professionele klanten. Tot slot hebben we nog de Wallbox. In tegenstelling tot de laadkabels vereist de Wallbox wel een installatie bij woning. Het laadvermogen van onze Wallbox bedraagt steeds 22 kW. Zo is het merendeel van onze plug-in hybrids in minder dan twee uur weer helemaal opgeladen. Vanwege het hoge laadvermogen, de vaste laadkabel en de walldock, is de Wallbox de meest comfortabele oplossing voor het laden van volledig elektrische wagens. Ook de Wallbox valt erg in de smaak bij onze professionele klanten, omdat deze real-time inzicht geeft in de laadsessies en de split-billing functionaliteit mogelijk maakt. U kan uw voertuig op verschillende locaties opladen. Doorgaans zal uw laadstest inplannen op de plek waar uw voertuig het vaakst of het langst stilstaat. Bijgevolg is een passende laadoplossing bij u thuis aangewezen. Afhankelijk van uw voorkeuren kan u kiezen uit drie, al dan niet intelligente, laadkabels of een wallbox.